Kort na het opstijgen van het toestel zag Tinke een enorme lichtflits bij de motor. En ze hoorde veel lawaai. En niet heel veel later zag ik toch wel wat paniekerige gezichten om me heen. En riep de piloot omdat er de rechtermotor was uitgevallen. Toen zij zag dat er vlammen uit de motor kwamen, ging de piloot vertellen dat er een probleem was met de motor die uitgevallen was. En de piloot vroeg, zijn er technici aan boord? Is er een piloot aan boord? Want we hebben een probleem en we moeten een noodlanding maken. En toen vertelde die ook, we gaan terug naar Schiphol. En toen brak er paniek uit onder de passagiers. Veel huilende mensen en paniek in de ogen. En niet overdrijven als iedereen wel een traantje heeft gelaten in het vliegtuig. En toen om 22:30 kregen we een sms'je van haar. Ik ben weer op Schiphol, noodlanding. Ik zit nog in het vliegtuig. Wij kwamen het vliegtuig uit en eigenlijk was er helemaal niks geregeld. Ik heb op een gegeven moment ook zelf dan aangegeven bij het grondpersoneel van, goh, weten jullie wel wat voor een paniek er net in het toestel was? Het zou toch wel fijn zijn als we op zijn minst een glaasje water zouden kunnen krijgen. Ja, ik had het zelf wel persoonlijk had ik het prettig gevonden als daar de mensen ons hadden opgewacht om in ieder geval een luisterend oor te zijn. Toevallig zaten er een aantal muzikanten aan boord en die zijn muziek gaan spelen in de Cape. Dus dat zorgde wel weer voor een beetje entertainment.